Nikeri heeft binnenkort een nieuwe aantrekkingslocatie voor toeristen, het strand. Ondanks het nog niet officieel geopend is, wordt het strookje land nu al vervuild. Ondanks het strand nog niet officieel geopend is, wordt dat strand reeds nu door bezoekers en lokale bewoners vervuild. Districtscommissaris van Nikeri, Senrita Gobardan, betreurt dit ten zeerste. Het tot ontwikkeling brengen van de plek zal ook het district en de toerismestroom ten goede komen. De burgermoeder kan zich daarom niet voorstellen dat deze nu al elk weekend onder de troep zit. Het is een ieders plicht om het milieu schoon te houden. In de toekomst zullen er maatregelen tegen de daders getroffen worden, zegt Gobardan.